Yo, Vanco Gamers, Lars hier en welkom bij Minutecraft. Vandaag heb ik 7 minuten de tijd om met mijn atoombom te knutselen. 3, 2, 1, 0. En de prijs voor de grootste pechvogel in Minutecraft, die gaat naar mij. Waarom? Ten eerste omdat ik de enige speler in deze hele wereld ben, dus uiteraard dat die prijs naar mij zou gaan. Maar ten tweede, ik heb vandaag 7 minuten de tijd. Dat is best wel veel, zeker als je het vergelijkt met de andere dagen. Maar ik moet het helemaal in het donker doen. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Stel je voor dat ik nou ga verdwalen, hè? Die kans is er. Dat ik gewoon ga verdwalen in het donker en dat ik mijn eigen wereld nooit meer terug ga vinden. Dan gaat het alleen maar langer en langer duren en stel je voor dat we ooit eens een keertje bij aflevering 150 uitkomen. Omdat ik gewoon verdwaald ben. Dan moet ik 150 minuten vol kletsen. Dat kan helemaal niet, dat is onmogelijk. Dat wordt meer een soort van livestream. Misschien dat ik die afleveringen dan maar moet gaan livestreamen. Maar ik hoop eigenlijk dat ik mijn plekje nog terug weet te vinden in dit bos. Want als ik mijn plek niet terugvind, wat dan? Dan ben ik al mijn dure spulletjes kwijt. Mijn hele grote... Oh, hier, ouwe hebben paniek, man. Geen paniek. Chill. Relaxed. Nergens voor nodig om zo heel erg te haasten. We hebben het gewoon weer teruggevonden. We moeten ondertussen eens eventjes een plan gaan maken. Want ik moet echt een plannetje hebben over wat ik nu allemaal moet gaan doen. Ik heb nodig uranium. En ik heb uit de comments gelezen dat je via Yellowheat ook uranium kan krijgen. Ik weet niet wat het zo is. Of dat die mensen alleen maar rare dingen aan het roepen waren. Maar ik ga er maar vanuit dat ze aan het jokkenbrokken waren. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik 4 uranium heb. Minimaal. Dan hout. Deze boom moet ook even omgehakt worden. Deze boom kan wel weg. Toch, hebben we deze boom nodig? Deze boom echt niet echt, want we hebben nog wel heel veel andere bomen. Dus deze boom, go weg. Hopelijk gaat hij ook in één keer helemaal weg. Dat zou helemaal fijn zijn. Dank u, helemaal top. Dat is wel handig hoor, zo'n mot erin. Dat scheelt mij een hoop ellende. Het kost eventjes tijd, maar dan heb je ook bijna niks. Hapsikie thee. Kistje. Dan kunnen we eventjes wat dure dingen inproppen, waarvan ik zeker weet dat ik ze nodig ga hebben. En kist. In de kist stoppen wij. Allereerst ons uranium. Wat wij gaan gebruiken voor de bom. Ten tweede stoppen wij daarin ons koper. Dat koper moeten we ook gaan gebruiken. Heb ik ook rubber? Ja, sticky resin. Maar sticky resin heb ik een compressor voor nodig. Om daar rubber van te maken. Compressor. Even kijken. Compressor. Hoe moeten we dat maken? Met steen, een machineblok. Dat is ook niet heel erg ingewikkeld. En een electronic circuit. Daar heb ik redstone voor. Heb ik ook redstone? Voor mij niet. Ik moet eventjes eerst zorgen dat ik redstone heb. Want zonder redstone komt natuurlijk helemaal niet ver. Nou, deze moet even bakken. Dat moet sowieso, want ja, hey, hoor eens, zonder redstone kunnen we überhaupt dat ding niet maken. En zonder rubber ook niet. Dus we moeten deze rubberboom even laten groeien. Die rubberboom kan daar mooi staan. En dus ook wel een mooie plek voor rubberboom, toch? Ik vind het wel. We hebben heel veel rubber nodig, want we moeten heel veel kabeltjes maken. Hebben we redstone? Nee, we hebben geen redstone. Laat ik eens eventjes gaan zoeken of dat ik redstone kan vinden. Heb ik wel heel hard nodig, want zonder redstone kan ik geen chips maken voor de computer. En zonder computers doet mijn atoombom natuurlijk helemaal niks, hè. Je moet je atoombom wel laten weten wanneer die moet ontploffen. En zonder computerchip weet dat ding het niet. En dan gaat hij gewoon ontploffen op het moment dat het hem uitkomt. En niet op het moment dat het mij uitkomt. Moeten we niet willen. Dan hebben we een heel groot gat en alleen maar heel veel ellende. Is dit... Ja, kijk, dit hadden we nodig. Misschien dat het werkt, hoor. Ik weet niet of het werkt. Ik weet niet 100% zeker of dat Vaco Gamers de waarheid aan het vertellen zijn in de comments. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen van wel. Hoppakee, wat was ik hier ook weer aan het zoeken? Wat ging ik ook weer zoeken? Redstone, ik ging redstone zoeken. Redstone, geen paniek. Redstone gaat gevonden worden, let maar op hoor. Ik ga, wat is dit nu even troep? Was dat mijn pickaxe? Dat was mijn pickaxe. Ik heb alleen maar een stone pickaxe. Wat was dit? Zink, aha. Zink is om te zinken. Daar zijn, ben ik hier al geweest? Kan het me niet herinneren. Oh, je gaat me niet vertellen dat ik verdwaald ben in deze tunnel. Ik moet toch gewoon redstone kunnen vinden onder de grond? Ik heb nog 3 minuten. Ietsje langer. Kom op, redstone vinden. Normaal gesproken in Minecraft loop je elke tunnel in. En hoeveel redstone wil je hebben? Nou, zeg, is deze game mij aan het pesten of zo? Dit is niet de bedoeling. Dat is goud. Allemaal heel tof. Maar ik heb liever rood spul dan goud spul op dit moment. Redstone. Nog meer van die troep. Ik neem het mee hoor, je weet nooit. Misschien dat mensen wel de waarheid aan het vertellen zijn. Als ze niet de waarheid aan het vertellen zijn, dan ben ik nu op dit moment mijn aflevering aan het vernachelen. Maar hey, we doen net alsof we het niet weten, toch? Ik heb gewoon uranium nodig. Je schijnt hier uraniumblokken mee te kunnen bouwen. Nou, ik moet het nog zien, maar we gaan het meemaken. Ik moet het sowieso ook nog weten te yellowheat. Nou, we gaan het zien. Ik geloof het niet met de yellowheat. Maar we kunnen het er in ieder geval proberen. Als ik het niet probeer, weet ik zeker dat het niet lukt. Waar is mijn fakkeltje?
Heb ik geen fakkeltje? Ja, ik heb wel een fakkeltje. Want zonder fakkeltjes zie ik geen ene reet. En dan zie ik de redstone niet zitten en dan moet ik huilen. Nee, we laten dat allemaal zitten. Redstone! Waar is die troep? Alles en nog wat, behalve redstone. Hoe diep zitten we? 25, dan moet je toch makkelijk redstone vinden? Wat is dit voor onzin? Waarom vind ik van alles behalve redstone? We gaan deze tunnel eens in. Het is hartstikke nat. Misschien dat hier wel natte redstone zit. Nou, je zal het meemaken. Natte redstone! Hallo! Of het loopt gewoon dood hier. Fijn! Laten we de andere kant maar weer opgaan. Schoot ook geen reet meer op. Redstone, hoe diep zitten we? 19, dan moet je toch potverdorie redstone vinden? Ik moet toch wel redden. Een tunneltje. Dat is handig. Misschien dat we ergens redstone aan de zijkanten zien zitten. Wel dit. Dit is ook heel goed. Dat kan ik ook gebruiken. Alleen kan ik het zeker niet meenemen. Heb ik een ijzeren pickaxe? Nee. Natuurlijk heb ik geen ijzeren... Roze spul. Is ook niet wat ik zoek. Redstone! Oh nee. Het is rood, maar niet het goede. Oh wauw. Oh, dit is goed. Eventjes zo'n dingetje. Oh, dit is perfect. Als hier een redstone zit... Dan weet ik het ook niet meer. Het moet toch wel ergens zitten, jongens. Ik heb nog een minuut. Ik moet toch wel redstone kunnen vinden in een aflevering. Waar is dit voor onzin? Ik moet trouwens ook de weg weer terug. Weer rood? Maar weer niet wat ik... Oh, 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 oh. No! Zag je dat? Oh, man. Als ik daar ingedonderd was... Dan was het ellende. Dan was het zo'n beetje game over geweest. Dat had echt verschrikkelijk geweest. Daar had ik niet meer van teruggekomen. Dan had ik echt helemaal niks meer gehad. Dan had ik... Ja, morgen 8 minuten. Maar even vooruit. Daar redden we natuurlijk niet mee. Waarom zint ik van alles behalve redstone? Ik ben zelfs in gigantisch grote grotten geweest. Nou ja, zeg. Is er ergens een manier om makkelijker redstone te vinden? Ik kan die manier voor morgen heel goed gebruiken. Want ik heb morgen 8 minuten. En ik heb een beetje het idee dat ik vandaag maar 7 minuten aan het vernachelen ben geweest. Heb ik hout? Ja. Dan denk ik... Dat we morgen een nieuwe ijzeren pickaxe gaan maken. Hier onder de grond. Maar voor nu zit de tijd erop.